Hey iedereen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag het astrologische update vertellen in verband met de nieuwe maan in Leeuw. Vandaag hebben we dus een nieuwe maan in Leeuw, in mijn eigen teken weliswaar, ik ben ook een Leeuw. De zon in het sterrenbeeld Leeuw is een vurige zomerperiode vol passie, creativiteit en actie. De zon is de heerser van het sterrenbeeld Leeuw en die horen bij elkaar. Het sterrenbeeld Leeuw gaat over het hart. De zon gaat over leven en over energie. Samen kunnen zij alles aan, vol moed en innerlijke kracht met een zeer sterk intuïtieve kompas. Leeuw is een vast teken, een fixed sign, is warmhartig, behulpzaam, passievol, loyaal en beschermend naar het gezin en naar andere geliefden toe. Hij is gesteld op luxe en deelt dit ook graag met anderen. Het gaat u de energie geven dat als je met heel uw hart ergens voor iets wilt gaan, dat je dat ook gaat kunnen. Als het maar een hartsverlangen is, als het maar iets wat je heel graag wilt, dan is er nu de energie die u gaat geven van, ja, ik kan dat. Dus volg uw dromen en onderneem actie. Deze energie wordt nog eens versterkt door de opening van de Leeuwenpoort, die sinds 26 juli is opengegaan en zijn piek gaat bereiken op 8 augustus. En tegen 12 augustus gaat die poort dan ook weer sluiten. Deze jaarlijkse kosmische uitleiding gaan we echt wel merken. De sluiers zijn heel dun en heel goed om te manifesteren. Augustus wordt een overvloedmaand. Zeker voor de sterrenbeeld Leeuwen. Jullie nieuw cyclus begint vanaf nu, vanaf dat je verjaard bent in het Leeuwseizoen. Dan begint eigenlijk uw nieuw astrologisch jaar. Maar voor de andere tekens is er ook een volledig nieuwe cyclus die aan de hand is. Want augustus wordt een overvloedmaand. We hebben 2 keer 8 in augustus, dus 8 augustus, 8-8. En in de numerologie is het eigenlijk overvloed, rijkdom en voltooiing. Dus als je die 8, het cijfertje 8, omdraait, dus als je dat kantelt, dan hebben we eigenlijk het teken Lemniscaat. En Lemniscaat betekent oneindig. De Leeuwenpoort is van start voor de transformatie. Dus we gaan wel nog eens door een transformatieproces. Dus er zal heel veel energie uitgewisseld worden. En je gaat daar wel bewust of onbewust op reageren. Vandaar dat er ook een bewustzijnsenergie gaat rondgangen. Natuurlijk, exact op 31 juli, 1 augustus en 2 augustus gaat er wel wat opwinding in de lucht hangen. Mars, Uranus en de noordelijke maansknoop staan die dagen conjunct in stier. Verwacht dan onverwachte, van spreekwoordelijke wendingen en verrassingen tot wellicht echte aardschokken, maar gelukkig vormt de zon een harmonieus aspect met Jupiter in Ram, ons geluksplaneet. Die sinds vandaag retrograde gaat gaan. Dat gaat gunstige plotselingen doorbraken, versterken en we gaan energetische vooruitgang voelen. Dus het gaat ons echt wel energetische vooruitgang boeken. Maar wat nu bij jullie persoonlijk staat te wankelen, dus als er iets is wat dan niet echt stevig, niet meer is gebouwd, kan nu wel juist instorten. Vandaar deze plotselinge onverwachte wendingen in het positieve, maar het kan ook in het negatieve zijn. Dus hoe dan ook, de ontwikkelingen in deze dagen hebben een hele grote invloed op de mensheid en de gebeurtenissen voor de rest van het jaar eigenlijk. Even denken. Ja, deze nieuwe maan in Leeuw brengt grote en verrassende energieën. Er gaan deuren openen en we stappen eindelijk naar de echte zegeningen van 2022. Dit is ook een krachtige tijd van nieuwe bewustzijn en probeer die angsten achter zich te laten en gebruik de kracht van de Leeuw. Keep an open mind. Alles zal duidelijk worden met de nieuwe maan in augustus. Ik weet het niet uit mijn hoofd, de datum, maar je gaat zien, we gaan een energetische vooruitgang krijgen, een duwtje. En je gaat het echt wel merken dat er iets aan het veranderen is.
Natuurlijk voor de tekens die het meeste effect gaan hebben zijn dus wel leeuw, ascendant zonteken, waterman, ascendant zonteken, maagd, ascendant zonteken en stier, ascendant zonteken. Mocht je deze teken niet hebben in je geboorteastrologie als zon en ascendant, ook jij gaat hier wel effect op hebben, maar deze tekens die ik daarnet heb opgenoemd, die gaan het effectief energetisch heel erg voelen. Dus ook mocht je deze teken niet hebben, ook jij gaat die plotse onverwachte overvloed mogen ervaren. Dus vergeet vanavond uw intentie niet te zetten, want de nieuwe maan in leeuw is rond 8 uur 's avonds, deze avond. Dus wat doe ik altijd? Ik schrijf altijd mijn intentie op een papiertje. Ik leg daar een edelsteen op, een seleniet. En ik leg dat onder mijn hoofdkussen. Dus vergeet dit niet te doen. Dat is een tipje van mij. Want leeuw is de heerser van het hart. Dus als je je hartsverlangen, je intenties op dit papiertje schrijft en onder je kussen legt, kan het veel sneller opgenomen worden door het universum. Zo. Dat was weer het astrologisch stukje van de planeten en de nieuwe maan in leeuw. We gaan eens kijken wat de tarotkaarten te vertellen hebben. Zo, we gaan eerst kijken in de algemene energie voor het collectief in verband met de nieuwe maan in leeuw. We gaan eens kijken wat dat er hier nog uitkomt. Voor het collectief. Zo, en we hebben boogschutter-energie. Dit is een vuurteken. Leeuw is een vuurteken, Jupiter is retrograde. Een ram vuurteken. De boogschutter-energie is de heerser van het planeet Jupiter. Jupiter gaat wel een heel effect hebben op deze zomer, op alle tekens natuurlijk. Boogschutter is het teken van avontuur, spiritualiteit, is ook de heerser van het negende huis, hoger denken, bewustzijn, verre reizen. Het kan zijn dat sommigen onder jullie een verre reis gaat maken, maar boogschutter, ik word ineens afgeleid van al die motto's hier. Oké, boogschutter, zijn thuisplaneet is Jupiter en Jupiter is natuurlijk het planeet van geluk, expansie, alles wordt uitvergroot, overvloed. Dus voor sommige mensen die een boogschutter teken hebben in hun chart, zal het ook wel voelen. Dus het is een vuurteken in een nieuwe maan, in een vuurteken. Dus ja. We gaan het voelen met al het vuur. Ik ga nu kijken in de tarotkaarten. Dus we gaan zien wat we nodig hebben. Hoe het zich gaat uiten. Hoe we het gaan aantrekken. En wat het ons gaat brengen. We gaan eerst een keer kijken welke kaart. Want dat blijft altijd een keuzestress. Misschien moet ik stoppen om kaarten aan te schaffen. Maar we gaan er zonder nadenken een dek nemen. Het kan zijn dat je het gevoel gaat hebben van ja, ik wil op reis, ik wil een verre reis maken. Ik voel mij heel enthousiast. Ik wil van alles doen. Ik heb het gevoel van een energie om een soort van avonturier te zijn. Ja, dit komt omdat we nu in een vurige energie
bevinden. Dus het is eigenlijk volkomen normaal, mocht je je zo voelen natuurlijk. Voor sommigen onder jullie kan het wel een energie afgeven die heel erg veel vermoeidheid gaat geven. Als dit echt het geval is, wees maar zeker dat er wel wat veranderingen en doorbraken gaan plaatsvinden natuurlijk. Dus we gaan een keer kijken wat er mag uitkomen in de tarotkaarten. Zo. Dat is wel veel te veel. Ik moet heel voorzichtig deze kaarten schudden. Ze zijn super groot. Super glad. Zo. Amai, wat een verkeer vandaag. Niet normaal. Oké, we gaan beginnen. Wat hebben we nodig? Dus wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? Wat heeft het collectief nodig in verband met deze nieuwe maan? Spread in Leeuw. En dit is natuurlijk doorbraken, onverwachte gebeurtenissen. Natuurlijk de toren, dit is iets wat heel onverwachts plaatsvindt. Zie het totaal niet aankomen. Maar dat kan ook een bewustzijn die je gaat creëren. Een awakening die je gaat creëren. Mocht je natuurlijk een fundering hebben ergens bij iets in je persoonlijke leven en dat staat te wankelen, neem maar aan dat het gaat instorten, want het is niet meer voor uw hoogste goed, het past niet meer bij u, dus het zou wel eens kunnen dat dit ineen gaat storten, omdat er oude en negatieve energie worden eigenlijk uitgezuiverd. Mocht je wel een sterke fundering hebben, dan kan het zijn dat je een inzicht gaat krijgen, een awakening gaat ervaren, van iets bewust gaat zijn, waardoor dat je een aha-moment gaat krijgen, waardoor dat je weet van, ah, ik moet het eigenlijk anders aanpakken, ik moet dit, ik moet dat. Gaat natuurlijk voor iedereen verschillend zijn, maar dit zijn eigenlijk onverwachte gebeurtenissen, waarvan al het negatieve, alles wat dan niet meer voor je hoogste goed is, wat dat je niet meer dient, wordt eigenlijk uitgezuiverd met deze kaart natuurlijk. Hoe gaat zich dat uiten? Ja, natuurlijk als je een torenmoment hebt, het eerste dat je gaat ervaren en voelen is een shockmoment. Het gevoel hebben van heel mijn wereld stort uiteindelijk in. De grond van onder mijn voeten zakt volledig weg. Want als de toren instapt, wil dat zeggen dat het universum instapt. En het universum, als dit instapt, gebeurt het niet altijd op een subtiele manier. Het universum is niet altijd mals. Dus dit gaat natuurlijk kopzorgen geven, slapeloze nachten geven, stressmomenten, zweetmomenten, zenuwachtig zijn, angstig zijn, onzekerheid voelen. En dit is net wat de nieuwe maan in Leeuw juist ervoor zorgen om die angsten, die onzekerheden achter u te laten. Want het zou wel eens kunnen
Dat er wel wat zorgen gaat gebaard worden, stressmomenten, zenuwachtigheid, piekeringen, u volledig onzekerheid voelen. Dus dit is wat het uiteindelijk gaat kunnen uiten. Hoe gaan we dat aantrekken? Dus wat kunnen we aantrekken? We kunnen dat aantrekken door de touwtjes in eigen handen te nemen. Door uiteindelijk in balans te komen, emotioneel en uw verstand kunt je in balans brengen, kunt je in evenwicht brengen om uiteindelijk geen overhaaste beslissingen te maken, maar wel de touwtjes in eigen handen te nemen om succesvol te boeken, om vooruitgang te boeken. Het kan zijn dat er sommigen onder jullie een nieuwe auto willen kopen of willen verhuizen. Maak geen overhaaste beslissing, probeer in balans te komen. En probeer dan de touwtjes in eigen handen te nemen om dan een keus te maken in verband met wat u succes brengt, wat u vooruitgang gaat brengen. Dit is wat deze kaart natuurlijk gaat doen. En wat gaat het ons brengen? Als je dit allemaal hebt volbracht, dan gaat het ons brengen alsof je het gevoel hebt van ja, ik sta hier eigenlijk helemaal alleen voor. Ik heb er altijd alleen voor gestaan, dus ik sta nu sterker in mijn schoenen en ik weet dat ik het uiteindelijk wel allemaal alleen kan doen. Het kan ook zijn dat er sommige mensen vanuit uw omgeving zich stilletjes aan gaan terugtrekken omdat zij gaan voelen dat jullie samen niet meer op dezelfde frequentie vibreren. Dit is ook wat er gaat gebeuren, dat je in een soort van gebrekkig energie gaat hangen en dat je het gevoel gaat hebben van iedereen verdwijnt hier uiteindelijk vanuit mijn omgeving. Mensen die nu niet meer dienen, gaan automatisch uit uw leven verdwijnen. En dit kan natuurlijk als een shockmoment ervaren worden. Dus wat we hebben, een torenmoment. Dus er gaan heel veel onverwachte wendingen gebeuren, onverwachte gebeurtenissen. Dit kan in het positieve, dit kan ook in het negatieve gebeuren. Dus probeer in balans te komen. Probeer echt wel uw verstand en uw gevoel, dus uw hart en uw ego, probeer dit echt in balans te brengen. Want de zon is de ego en de leeuw is het hart. En die twee kunnen eigenlijk perfect samenwerken. Dus gebruik echt wel de zon, de energie van de zon, en gebruik echt wel het hart van de leeuw om dit in balans te brengen, om keuzes te maken, om vooruitgang te boeken wat dat voor u wel werkt, wat dat voor u wel belangrijk is, wat dat voor u wel een hartsverlangen is. Want er zijn heel veel mensen, of misschien iedereen, hebben al zaadjes geplant. Je hebt intenties gezet, het universum heeft het gezien, het universum heeft het gehoord, maar je ziet niks groeien op dit moment. Maar het komt. Er is nu eenmaal een energie van eventjes geduld te hebben en eventjes te wachten. Je gaat je zaadjes uiteindelijk zien planten, waardoor dat je uiteindelijk in overvloed gaat terechtkomen. En waardoor dat er emotionele beschikbaarheid gaat plaatsvinden. Maar er is iets wat eerst mag ingeruild worden. Dus al het negatieve in de mindspace mag ingeruild worden. Dus het gaat voor sommigen een... Hoe ga ik het zeggen? Het gaat voor sommigen, als het torenmoment gaat vallen of al is gevallen, er zijn nu eenmaal mensen die voorlopen op energie, kan het een pijnlijke cyclus zijn. Het kan echt pijn zijn, maar dit is omdat het echt wel moet. Er moeten veranderingen komen, vandaar deze 10 van zwaarden. Maar uiteindelijk zeg ik hier wel emotionele beschikbaarheid, happiness, huisje, tuintje, boompje, die voor iedereen. Maar er is sowieso vrede, dankbaarheid en happiness, waardoor dat je meer die zelfliefde voor jezelf gaat hebben, maar de zaadjes zijn geplant, dus het komt sowieso. Maar eventjes wachten en geduld hebben, alles komt op divine timing, goddelijke timing, en dat wil zeggen toeval. Ik ga nu de kaarten clarifyen. En we gaan kijken wat er daar nog meer mag uitkomen. We zijn in de leeuwenseizoen, wij mogen shinen, dus wij gaan dus blinkende kaartjes gebruiken. Ja, ik ga eerst mijn batterij moeten insteken, want die gaat uitvallen.
Ik heb wel teken schorpioen, tweeling, maagd en kreeft heel sterk. Dus we gaan even kijken naar de toren. Dan gaan we meer over de toren. En we hebben ram. Nog een kaartje. Ik heb wel heel sterk het gevoel, als de toren gaat vallen, gaan heel veel mensen die bewust zijn, ervaren dat aha-moment iets realiseren, waardoor er wijsheid gaat komen, ram-energie. Ik heb heel sterk het gevoel, sommigen onder jullie, het kan iedereen zijn, het kan ik ook zijn, er moet controle losgelaten worden, zodat stabiliteit kan binnenkomen, zodat die wijsheid kan binnenkomen. Het kan zijn dat je misschien te maken hebt met een ram-energie, hoeft natuurlijk niet, met een vaderfiguur, iemand die heel stabiel in het leven staat, maar het kan ook zijn dat er bepaalde mensen controle houden over u. En dit is wat niet gezond is, vandaar deze torenmoment, want er is iets van negativiteit. Dat gaat uitgezuiverd worden. Dat kan uiterlijk zijn door iets dat aan het wankelen is, maar dat kan ook innerlijk zijn dat een rol speelt. Dus ik heb wel heel sterk het gevoel dat er hier wel een heel grote realisatie en een bewustzijn gaat gecreëerd worden in jezelf en ook in het uiterlijke, waardoor dat jij ook die wijsheid gaat ontvangen, waardoor dat er uiteindelijk stabiliteit gaat komen. Vergeet niet, Jupiter gaat vandaag retrograde in ram. En ram is een vuurteken en dat is zeer positief. Want ram is ik. In het positieve natuurlijk. Oké. Ja, sommige mensen onder jullie hebben echt het gevoel van ik ben moe, ik kan niet meer, ik heb zoveel moeten werken. Maar er wordt eigenlijk gevraagd van raap al je moed bijeen en geef niet op. Niet opgeven. Een vuurteken, ram, boogschutter, leeuw zijn geen opgevers. Dus gebruik echt wel dat vuurenergie. Het leeuw en de nieuwe maan, ram en Jupiter, boogschutter. Ik heb heel veel vuur. Dus gebruik echt wel die vuur om niet op te geven. Ook al hebben er sommigen onder jullie een muur rond zich gebouwd. Heb je heel veel watertjes doorzwommen. Heb je heel veel moeten vechten om te komen waar je nu staat. Maar er is nog net dat klein beetje. Dat mag ingeruild worden, dat mag ingelost worden. Dus probeer niet op te geven en raap eigenlijk al uw moed samen en blijf nog eventjes doorwerken. En wat dat het ook mag zijn, want er komt hier effectief wel een boodschap binnen van het universum, een positieve boodschap. Het kan ook zijn dan er sommigen onder jullie nog te veel naar het verleden kijken. En dit is ook wat de toren gaat doen. Dat is, het verleden mag eigenlijk afgebokkeld worden. Het is in het verleden, laat het ook in het verleden. Je kan er wel op terugkijken, maar je kan wel zeggen in jezelf van oké, ik heb hieruit geleerd, maar probeer daar niet te lang te blijven stilstaan of je gaat anders wortel schieten. Dus dat is echt niet de bedoeling. Dus probeer echt die controle los te laten en laat het gewoon gebeuren en gebruik al je moed bijeen om uiteindelijk verder te gaan, want dit is bijna ten einde. Want onderaan op het dek hadden we de 10 twee keer. Dus er komt effectief wel een eind aan heel die chaotische energieën rondom u. En wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is. We gaan even kijken hoe zich dat gaat uiten. Dus we gaan deze kaart clarifyen. Want het gaat uiten in angsten, onzekerheden, voor sommigen onder jullie slapeloze nachten of moeilijk in slaap geraken, maar vooral die onrust, die onzekerheid, die angsten, piekeringen, zweetmomenten. Bij sommige mensen gaat er zweet uitbreken. Ja, gebruik echt uw kracht, uw moed, uw kracht, uw hart, wat jij wilt. Een leeuw is een zeer sterk teken en een leeuw heeft innerlijk heel veel kracht.
Dus er wordt echt effectief gevraagd van hoe uitzicht dat. Als jij hierover geraakt, uit deze piekeringen, uit deze onzekerheid, uit deze zweetmomenten, angst dat begint uit te breken lichamelijk. Het kan zijn dat sommigen onder jullie door de donkerste nacht van de ziel nog steeds aan het gaan zijn. Of dit kan na een torenmoment gebeuren. Ga je uiteindelijk effectief in je kracht komen? Ga je uiteindelijk opnieuw stralen? Ga je uiteindelijk opnieuw die vitaliteit voelen, die moed, die sterkte, uw hart dat je opnieuw gaat voelen, het hart die gaat openstaan naar anderen toe, je kwetsbaar opstellen? Maar dit is een kracht, dit is een innerlijke sterkte. Dus er wordt eigenlijk gevraagd van, probeer daar uit te komen en probeer echt deze leefenergie, probeer daar eigenlijk gewoon van te profiteren, dat we in de leefseizoen zijn. En je probeert die aspecten, die eigenschappen van de leeuw in je eigen leven toe te passen. Je gaat hier krachtig en sterker uitkomen. Vergeet niet, we zitten in een zeer krachtige manifestatie-energie. We hebben ook nog op 8-8 de Lion's Gate, de leeuwenpoort. Dan staat hij op het piek en 12 augustus sluit opnieuw deze poort. Dus je kan echt heel veel bereiken met deze energieën. We gaan even kijken, hoe trekt je dat aan? Dus we gaan de Chariot clarifyen. Dus dat kan effectief succes aantrekken, maar je gaat eerst je hart en je ego in balans moeten brengen en zeker geen overhaaste beslissingen te maken. Maar uiteindelijk wel de touwtjes in eigen handen nemen om vooruitgang te boeken, om succes te boeken. Maar daarvoor had je kracht nodig, heb je innerlijke kracht, deze leeuwenergie. Ja, oké. Waar jij ook in gelooft, wat ook jij wilt verwezenlijken, geef uw grenzen aan. Blijf standvastig. Ook al gaat je heel defensief overkomen, gaat je heel veel moeten opkomen voor jezelf, maar blijf gewoon standvastig. Er is iets wat jij wilt. Er is een droom, een wens, een hartsverlangen die hij heel graag wilt en blijf daar gewoon standvastig in. Blijf daarin geloven, probeer dit te verwezenlijken, probeer de leeuwenergie bij u te brengen, al die moed, kracht, defensief, probeer dit allemaal te verzamelen en probeer dan uiteindelijk de touwtjes in eigen handen te nemen, want er ligt hier iets wat kan verwezenlijken. Nu natuurlijk, er is een torenmoment, al het oude gaat afbreken, dus dat wil zeggen, jij kunt iets nieuws opbouwen. Er gaat een nieuwe fundering gelegd worden om iets nieuws op te bouwen, maar je gaat moeten geloven in wat dat jij gelooft. Wat dat jij wilt verwezenlijken, ga je standvastig moeten in zijn. Sommige mensen gaan zeggen, maar alleen wat zegt hij hier nu? Toet, toet, toet. Zolang dat hij erin gelooft, gaat dat uitkomen. We zitten in een zeer krachtige manifestatie-energie. Dus blijf standvastig. Ook al moet jij een defensieve houding nemen, trek het u niet aan. Dat is een vorm van zelfliefde. Al wat jij wilt, heeft echt wel kans van slagen. Het is een hartsverlangen die nu naar buiten mag komen. Moet jij meer van jezelf laten zien? Ah, wel, dan doe jij dat gewoon. Kunnen ze er niet mee om? Ah ja, dan gaan zij van zichzelf verwijderen. Want zij vibreren niet meer op u. Even hoge frequentie vibreren jullie dan niet meer hetzelfde. Maar luister naar uw hart, luister naar uw dromen, luister naar uw gevoel, luister naar uw intuïtie en probeer dit achterna te gaan. We gaan even kijken wat het jullie gaat brengen. Wat gaat het collectief brengen? We gaan dat even clarifyen. Verduidelijken. Er ligt hier heel veel vuur op tafel.
Ja, er zijn dus inderdaad zaadjes geplant. Heel veel van jullie hebben echt intenties gezet, hebben er heel veel energie in gestoken en je ziet het niet groeien. Dat is normaal. Bij iedereen gebeurt dat op verschillende tempo. Bij de een gaat het veel sneller dan bij de ander. Er moet soms eerst iets ouds afgebrokkeld worden vooraleer dat het nieuw tot de fysieke realiteit gaat gezien worden. Dus wordt er eigenlijk gevraagd van geef niet op, blijf erin te geloven. Het universum heeft het gezien, heeft het gehoord, het alziend oog noemt dat denk ik, weet het nu natuurlijk niet zeker. Maar voor mij zou het universum heeft het gezien, heeft het gehoord, de zaadjes zijn geplant en uiteindelijk wordt er gevraagd van wacht en heb geduld. Alles komt op de goddelijke timing. Je hebt toch ook liever kwaliteit dan kwantiteit. Dus het gaat sowieso komen. Er is heel veel energie ingestoken, maar je gaat nog eventjes geduld moeten hebben. Ik weet het. Heel veel mensen hebben geen geduld. Ik heb ook geen geduld. Ik vind dat een heel moeilijk woord. Geduld en loslaten. Dat zijn zo twee woorden die ik eigenlijk niet graag hoor. Maar ja, het moet nu eenmaal. Dus we gaan hier nog een keer op clarifyen. Want waar allemaal energie is ingestoken, gaat groeien. Het gaat groeien. En dat gaat puur toeval zijn. En dit is goddelijke timing. Nog één duidelijke kaart. Geduld. Oké, jullie gaan geduld moeten hebben, het collectief gaat geduld moeten hebben, dus wat wordt er eigenlijk gevraagd, wat gaat het u brengen? Het gaat u emotioneel, mentaal, spiritueel, lichamelijk gaat het u in balans brengen, het gaat u harmonie geven, het gaat u in evenwicht brengen. Het kan zijn voor sommigen onder jullie is er hier ergens een compromis dat je gaat moeten stellen. Boogschutter energie, boogschutter, boogschutter, ik heb hier ram, leeuw, boogschutter heel sterk. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om in balans te komen, om de energie in te laten stromen in wat jij gelooft. Dus dit is wat gaat brengen. De energie gaat stromen, maar blijf geloven in wat dat jij gelooft. Blijf standvastig. Probeer die zaadjes nog te planten. Probeer niet te twijfelen. Alles komt op goddelijke timing, maar probeer gewoon met jezelf, met je lichaam, mentaal, emotioneel, spiritueel, probeer in balans te komen, zodat je compromis kunt maken, zodat je keuzes kunt maken, zodat je de touwtjes in eigen handen kunt nemen om vooruitgang te boeken. Wie wil er nu geen succes? Iedereen toch? Natuurlijk, succes is voor iedereen verschillend. Voor het ene is dat emotioneel, voor het andere is dat carrièrevlak, voor het ander is het geld. Het gaat voor iedereen verschillend zijn, maar soms wordt er gevraagd om naar binnen te keren, om even op een zoektocht te gaan, wat voor u heel belangrijk is, maagdenergie. Wat dat voor u belangrijk is om op introspectie te gaan, naar binnen te gaan en uzelf af te vragen en zelf te voelen van wat wil ik eigenlijk. Dat is ook wat is mijn hartsverlangen, wat wil ik eigenlijk, welk pad ga ik bewandelen. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, kan het zijn dat er een spirituele persoon op je pad gaat komen om je wijsheid te brengen, om je iets te leren, waardoor je weet welk pad je gaat kunnen bewandelen, want uiteindelijk zie ik hier een volledig nieuw passioneel begin, waar je je creativiteit in kwijt kunt, waar je je passie in kwijt kunt. Oké, je gaat misschien uit je comfortzone moeten komen, maar dit is wat je innerlijk diep van binnen echt wel wilt. Waardoor dat er hier een keuze ligt die van levensbelang is. Dit is algemeen. Als ik het bekijk nu omtrent de liefde, kan het zijn dat je misschien te maken hebt met een maagd, met een tweeling, met een vuurteken en dat je daar een heel diepe connectie mee gaat hebben. Dit is iemand die op je pad zou kunnen komen, die heel passioneel is, die heel vurig is. Iemand die eigenlijk op introspectie is gegaan, wat die persoon eigenlijk wilt. Het is sowieso een single-energie, gaat niet voor iedereen zijn, maar het is iemand die op je pad gaat komen. Die naar het hart gaat voelen, die naar het intuïtie gaat luisteren om uiteindelijk een keuze te maken die van levensbelang is, waardoor
dat die ene persoon naar u toe of jij naar die andere persoon toe het gevoel gaat hebben van ja, dit is intens, dit voelt heel krachtig, dit voelt heel diep en dit voelt ook heel spiritueel, want dit is een nieuw passioneel begin. En met de zes van pentakels, het is mutual, nemen en geven dat in balans. Dus probeer hier hart en ego in balans te brengen. Als jij dit kunt, want ik heb hier 2, 3 kaarten van de balans. Als jij in balans kan komen, gaat er ook iemand op je pad komen die in balans is. En die uiteindelijk vooruitgang wil boeken, die succes wilt, die vooruitgang wilt. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, ligt er hier een verhuis, moet er eerst iets afgebrokkeld worden. Maar het kan ook een andere auto zijn, dat van jullie succes is. Ik zeg het is voor iedereen verschillend, blijft algemeen. Maar neem de tip mee. Allee, moet niet, hè. Ik heb wel het gevoel dat heel veel onder jullie gaan het verleden achter zich laten, gaan het objectief bekijken, gaan de zwaard bovenhalen en gaan knopen doorhakken. Het kan zijn dat je banden gaat breken met bepaalde mensen, situaties. Ik heb heel sterk het gevoel dat deze torenmoment heel veel teweeg gaat brengen, maar... Ik ga het nog een keer zeggen. Jupiter is retrograde in Ram, het geluksplaneet. Dit gaat toch nog een beetje een gunstig aspect geven. Dit gaat wel toch het overvloed geven, het positieve eraan. Een duwtje in de juiste richting. Natuurlijk, planeten leveren energie. Het is nog steeds aan de mens wat dat je er gaat mee doen. Ik heb hier leeuw, ram, schorpioen, boogschutter, heel sterk kreeft, heel sterk tweeling, maagd. Ja, voor sommigen onder jullie is er natuurlijk een beetje stress. Omwille van, gaat die nieuwe liefde wel komen? Ga ik afgewezen worden door deze ene persoon? Gaat deze ene persoon emotioneel gemotiveerd zijn? Ga ik eigenlijk emotioneel gemotiveerd zijn? Want er is zoveel gebeurd in mijn leven, waardoor dat ik niet weet of dat ik eigenlijk wel nog verliefd ga kunnen worden. En dit is wat dan natuurlijk zorgen gaat baren. Dit is natuurlijk wat dat zweetmomenten gaat geven, wat dat onzekerheid gaat geven, wat dat piekeringen gaat geven. Maar ik zeg het, luister naar je hart. We zitten in een heel goed seizoen om naar je hart te luisteren, om je hart open te stellen, want ik voel het. Door deze energie ga je hart opnieuw een sprongetje maken. Ga je opnieuw de liefde voor jezelf voelen. Dus zit er niet meer in wat een ander denkt. En probeer die angsten niet te hebben. Probeer die piekeringen niet te hebben. Die stressmomenten niet te hebben. Of de liefde wel gaat komen. Ja, de liefde gaat komen. Maar probeer die verstrikte gedachten te doorbreken. Dit zijn patronen die ook mogen doorbroken worden. Gaat natuurlijk ook weer niet voor iedereen zijn. Dus neem wat dat resoneert. Maar dit is de natuurlijke, de potentiële uitkomst dat de liefde gaat komen. Maar probeer meer naar uw hart te luisteren en probeer meer uit uw ego, ratio, mindspace, verstand. Probeer daar uit te komen en leg dit in balans. Hebben we hier 3 keer en probeer die patroon te doorbreken, want er kan inderdaad wel een soulmate vanuit een vorig leven opnieuw op je pad komen. Bij sommigen kan het gewoon zijn dat je simpelweg op reis gaat gaan en dat je deze persoon gaat tegenkomen. Ik zie wel werkelijk vliegvakanties. Ja, we zitten nu natuurlijk in de zomer, in de vakantie. Maar ik zie wel werkelijk keuzes maken naar een volledig nieuw begin. Dus ik heb wel ik heb er hier wel goed oog in deze nieuwe maan spread in Leeuw. We gaan een keer kijken
welke romantische engelenkaartjes voor boodschappen hebben. Ik heb nu, dit kan de ware zijn, en zielsverwant heb ik nu 2 keer gezien met de dek te openen. Dus ja, ik ben eens benieuwd welke boodschappen voor het collectief in verband met de liefde. We hebben kinderen. Kinderen hebben hun invloed op uw liefdesleven. Ofwel gaat het opnieuw kind moeten zijn, ofwel gaat je iemand leren kennen met kinderen, ofwel heb je zelf kinderen. Er is sowieso iets van speelsheid. We gaan nog eentje nemen. Oh, wauw. Verloving. Uw liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Verloving. Er komt hier iemand nieuw op. En daarnet, denk ik, in het midden van de reading, zag ik een intense, krachtige persoon binnenkomen. Een heel sterk soulmate-energie. Dus, maar probeer echt uit de mindspace te komen en probeer echt wel die zorgen achter zich te laten. En probeer meer te handelen naar uw gevoel, naar uw intuïtie. En voor sommigen onder jullie, laat uw ex los. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. En dit is wat de toren ook kan doen. De toren gaat voor iedereen heel verschillend zijn. Kan op liefde zijn, kan op werk zijn, kan woning zijn, kan op vele vlakken zijn. Dus het gaat echt wel voor iedereen verschillend zijn. Dus neem mee wat dat resoneert. En laat echt de rest liggen voor wat dat het is. Maar gebruik wel de leeuwenergie. Die innerlijke gebracht. Dus neem dit wel zeker mee. Zo, ik hoop dat er hier antwoorden liggen, dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Ik dank jullie keer op keer voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. Ik ben jullie daar super dankbaar voor. Ik ben inderdaad wel wat laat met de sterrenbeeld readings voor de maand augustus, maar ook ik heb dagen moeten nemen om op te laden. Het is al zeer druk geweest. Dat komt duur niet meer wist wat ik eerst moest doen. Dus verwacht zeker de sterrenbeeld readings voor de maand augustus. Ze komen er zeker aan. Ja, dit wou ik eventjes kwijt. Dus ik dank jullie super. Mocht je hier toevallig komen aanwaaien zijn en je vindt het leuk om deze video's te bekijken, te zien, te horen, klik dan op het belletje en dan ontvang je meldingen als ik nog meer van deze readings upload. Dankjewel en ik wens u nog een fijne avond. En voor de mensen die in verlof zijn, wens ik jullie een heel fijn verlof toe. Bye bye!